Raad van bestuur ben ik, ik en ik. Dat is vrij gemakkelijk. Ik, ik en ik. Het is een beroemde uitspraak van Patrick Van Oppen, die op het Giel alles zelf wil doen, en dat doet hij ook. En dat de club nu aan de rand van de afgrond staat, dat is dan ook enkel en alleen de schuld van Van Oppen zelf, zo zeggen insiders. 30 rechtstreekse medewerkers aanwerven en terug ontslaan, en een megalomaan project als dat van de Wilrijkse pleinen aanvangen in een club zonder geld. Het grenst aan de waanzin en getuigt van slecht beleid, zo wordt gezegd. Nog volgens insiders zou Van Oppen tot 11 miljoen euro in de club gepompt hebben. Meestal, zo niet altijd, geld van externe investeerders. Maar toch maakte hij van een redelijk gezond bedrijf een club in moeilijkheden. De Duitsers zijn nu de enige redding, een solide groep die know-how en geld heeft. Maar Van Oppen geeft niet graag de controle uit handen, ook al zeggen de Duitsers dat Van Oppen niet weg moet. Haken de Duitsers af, dan lijkt het een heel moeilijk verhaal te worden voor Beerschot. Vorige vrijdag zou Patrick Van Oppen alle spelers nog een premie van liefst 11.000 euro elk beloofd hebben bij het verzekeren van het behoud. Dat hij 3 dagen later naar de rechtbank moest stappen, toont volgens insiders de roekeloosheid van de voorzitter aan. Het schrikt ook veel Antwerpse zakenmensen af. Het kan nu 2 kanten uitgaan met de Kielse club. Nemen de Duitsers 50% of meer van Beerschot in handen, dan zijn die Antwerpse zakenmensen bereid om financieel bij te springen. Ze zouden ettelijke miljoenen in de club willen pompen. Het is dus van belang dat Patrick Van Oppen voor de club snel tot een akkoord komt met de Duitsers. Doet hij dat niet, dan komt mogelijk de licentie van Beerschot nog in gevaar. En volgens insiders is het einde van Beerschot misschien wel in zicht. Dit was Wim Wilrie voor ATV vanuit het Olympisch Stadion op het Kiel.